zijn vandaag bij familie Van der Knijf en dat is ontzettend inspirerend om te zien. Omdat zij een familie zijn die samen aan een duurzame toekomst werken. Van der Knijf is een mooi voorbeeld van de rol van de agrariërs in de energietransitie. Omdat hij probeert echt letterlijk alles uit zijn land te halen. Wij kiezen ervoor om circulair te werken door grondconditie te verbeteren. Door onze eigen bewerkte mest te gebruiken op het land. Wij kiezen daarvoor omdat dat voor de grond beter is, zeg maar. Meer voeding in de bodem, want anders put je hem alleen maar uit door de gewassen die erop staan. En wat je bijvoorbeeld bij de familie Van der Knijf ziet, is dat zij heel erg nadenken over wat je met restproducten en reststromen doet. Duurzame energie past heel goed in ons bedrijf, omdat wij zelfvoorzienend zijn. En sinds vorig jaar doen we dan ook groen gas. Dus aardgas op het net zetten, zeg maar. Duurzaamheid is voor mijn vader en voor mij even belangrijk. We zijn eigenlijk met de hele familie, zeg maar, bij de bouw van de vergister in 2009 zijn we er met z'n allen achter gaan staan om dit plan te gaan doen, zeg maar. Het familiebedrijf kun je wat makkelijker schakelen en wat makkelijker switchen met de taken. En ja, het gaat allemaal wat vloeiender, denk ik. We willen allemaal toch wel iets bijdragen, zeg maar. En ook om niet alleen ons te richten op de akkerbouw, en ook nog een andere tak te hebben, zeg maar. Dat is eigenlijk verbreding van het bedrijf. We gaan in Nederland van het aardgas af, maar we zullen voor een groot deel ook groen gas nodig hebben om dat te vervangen. En als je dat dan kunt maken uit restproducten, dat is natuurlijk top. En wat je overhoudt, kunstmest, wil je eigenlijk ook weer gewoon kunnen gebruiken. Onze volgende stap is eigenlijk dat we richting kunstmestvervangers willen. Dus we willen, zeg maar, nog meer onze mest kunnen benutten op ons eigen land. Met het werk wat ze vandaag doen, denken ze ook aan de toekomst en aan de volgende generaties. En dat is heel erg interessant om te zien en willen we graag stimuleren als provincie.